Well, coach, this was a big win against the team of Rotterdam. Did you expect it? I would say a little yes, because Rotterdam came without the best player, and I think the best scorer of competition. So for them was a big problem, and they didn't have a guy who could replace him. So I think that especially with Quinton and Jesse coming back, that we had a deeper bench than they had, and we have been capable to play with a higher intensity, which they could not follow. Was it tough to recover after the game of Zwolle from last Sunday? On one hand, yes. In another hand, no. And I think it was good that we had a very quick game, let's say in 48 hours. And now we are, of course, we have much better feeling than 2 days ago. So we didn't need to wait for a week to win, to get in such a good feeling. We are now back on the rails, I would say, and we have now keep going. Of course, we had the coming back of Jesse Voorn after a long period. You could see before the game in the first quarter he was a little nervous. Do you think so too? Of course, he didn't play basketball from the beginning of the season. So he's after a surgery now. It's more than 6 months that he's out, and of course that he was scared how that would look like, and you can see that coordination of his moves is not perfect still. You can see that he's struggling, but I think it's very important for him that he is back, and the team is very happy that he's with us. But during the game, it got better and better. He got his confidence back. Yes, I think that it was very important that he scored immediately, practically first touch with the ball. He scored and won, and then after that helped him to feel better. But you can still see that he is not moving like he was moving earlier. But that's normal, and I think it will take a month, 2 months before he will start performing on a level like he did before. Now the most important thing is this is the first game, so we have to see how his knees will be tomorrow and on Thursday. I hope that it will not hurt him a lot, because if we will have a certain bad reaction of his knees, then we have to again to slow down. Jesse Voorn, hoe voel je morgen? Dat gaan we morgen zien. Ik heb geen idee. Ik verwacht wel dat ik veel last krijg in ieder geval. Want het is 7 maanden geleden en 7 dagen dat ik eigenlijk niks heb, dat ik voor het laatst heb gespeeld. Dus ik verwacht dat ik wel een behoorlijke reactie krijg. Is het aldoor al zo geweest, als je getraind had, dat de dag daarna veel reactie was op je knieën? De grap is eigenlijk, ik heb nog geen eens een volledige training gedaan. Dus ik heb eigenlijk alleen krachttraining gedaan en daar had ik altijd de volgende dag wel wat reactie op. En soms 2-3 dagen en dat werd steeds minder. Dus ik heb eigenlijk 1 training met het team meegedaan. Dat ik een partijtje gespeeld en dat ik een beetje ritme kon krijgen. En dat was maximaal 1 uur. En daar heb ik wel reactie op gekregen. Maar het was 1 dag. Dus ik ben benieuwd. Want dit is natuurlijk het meeste wat ik heb gedaan tijdens een lange tijd. Waarom wilde je dan toch specifiek in deze wedstrijd weer helemaal terugkomen? Ik heb erover nagedacht. Heel lang over nagedacht. En ik denk dat het belangrijk is om nu wat minuten te maken. Omdat ik niet weet hoe lang dit nog gaat duren voordat de pijn echt helemaal weg is. Nou, ik kan wachten. Maar de wond is geheeld. We hebben het op de MRI gezien. Dat de wond is nu heel en ik heb nog gewoon wat pijn. En dat komt door het vocht wat in het bot zat, zeg maar. En dat gaat langzamerhand weg. Dus het is alleen pijn wat ik heb. We zagen gewoon net voor de wedstrijd, eerste kwart, je was gewoon zenuwachtig volgens mij. Ja, zeker weten. Maar ik was vooral veel aan het bewegen omdat ik gewoon warm moest blijven naar de warming-up. Want als het koud wordt, dan heb ik een probleem. Ja, het leuke was, in het begin zenuwachtig, maar ook gedurende de wedstrijd. Het leek wel dat vertrouwen terugkwam, dat je weer helemaal jezelf was. Ja, kijk, het is natuurlijk loos na 7 maanden, 7 dagen niet spelen. Helemaal niet gespeeld. Dat het gewoon, ja, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dus ik was gewoon wel zenuwachtig. Wat voel je nu dan? Heel blij. Het was echt een verlossing om weer op het veld te staan. Het publiek dat achter me stond, het voelt gewoon goed. En dat is het mooiste wat er is eigenlijk. Dat is echt heel mooi, dat ik gewoon weer terug kon komen. Ik ben ontzettend blij. En ik ben blij dat ik in ieder geval wat energie kon geven aan het team. In de minuten dat ik gespeeld heb. Dus dat is het belangrijkste op het moment. Ah, dan een beetje morgen, een beetje herstelpijn en dan gaan we toch gewoon vrolijk verder. Ik hoop dat het 1 dag duurt.
That's all I'm asking. Serieus. Maar ja, ik denk dat het wel gewoon goed eruit ziet. Ik heb nu weinig last, dus we gaan het zien. Succes. Dankjewel. Yannick, jij hebt niks te klagen, denk ik. Nee. Dat was lekker om zo in het veld te komen en meteen 4-3 punten achter elkaar te scoren. Zeker. Maar niet alleen deze wedstrijd. Dat gaat de laatste weken gaat het echt met een stijgende lijn. Ja, zeker aanvallend ga ik met een stijgende lijn omhoog. En het komt vooral omdat ik meer zelfvertrouwen speel, meer durf. Maar in de verdediging kan ik nog steeds grote stappen maken. Maar je merkt ook, je krijgt ook meer kansen van de coach nou. Die pak je ook op een goede manier op. Maar wat is nou het verschil geweest? Waarom kwam dat nu opeens los, zeg maar? Ja, ik heb geen idee. Het is gewoon dat ik een kans kreeg en dat ik het goed deed. En dat ik denk dat hij daardoor meer vertrouwen in mij kreeg. Jij loopt natuurlijk al een poosje rond op het hoogste niveau. Hoe voelt het nou om zo nou, zeg maar belangrijk te zijn en dat je nou echt een prominente rol in in de ploeg krijgt? Ja, het voelt natuurlijk goed. Je gaat met veel meer plezier naar de wedstrijd toe. Je bereidt je veel meer voor op een wedstrijd. Vorig jaar en het jaar daarvoor was dat een beetje van, ja, ga ik wel spelen of niet? Ja, eigenlijk toch niet. Dus ja, veel serieuzer ben ik er nu zeg maar mee bezig met de aanloop naar de wedstrijd toe. En dan zien we dat de twee blessuregevallen even weer terugkomen. Quinton en Jesse, hoe belangrijk is dat voor de ploeg? Natuurlijk is het belangrijk, omdat we met in Zwolle hebben met een 8 of 9-mans rotatie maar gespeeld. En nu kunnen we gewoon de 10-mans rotatie spelen. Dus dat ook bijvoorbeeld Cashmere, die heeft daar 36 minuten gespeeld. Nu kan hij ook zijn rust pakken. Dat is erg belangrijk. Zaterdag weer een belangrijk duel. Je kan wel zeggen, Weert doet het niet zo goed in de competitie. Maar toch, onderschatting mag geen sprake van zijn. Nee, zeker niet. En iedereen heeft altijd een goede wedstrijd eigenlijk tegen ons. Nou, Rotterdam dan vandaag niet. Dus we moeten zeker niet onderschatten. Succes zaterdag. Bedankt.